burgemeester. Maar hoe herken je nou de burgemeester dan? Hoe herken je een burgemeester? Weet iemand dat van jullie? Hoe herken je een burgemeester? Dat weten jullie niet? Nee! Nou, ik weet het wel. En ik heb iets meegenomen, dat zit in deze doos. En dat noem je een burgemeestersketting. En eigenlijk noem je het een keten. Maar wij zeggen gewoon, vandaag zeggen wij burgemeestersketting. En de burgemeester moet die altijd om hebben, want dan kun je namelijk zien wie de burgemeester is, hè? Wie de burgemeester van Hardenberg is. Zal ik hem eens omdoen? Ja! Zullen we dat doen? Ja! Zo, dan gaan we dat doen. Nou, kijk. Hij rammelt ook een beetje. Kijk. Wil jij wel om? Ja. Gaan we eens even. Oh, wat mooi. Tina is de burgemeester. Dat is een beetje groot. Nu ben jij de burgemeester van Hardenberg. Ja, ik heb Tina. Oh, dat is mooi. Kom maar, zal ik hem nou eens even aan doen? Kijk erop. Ik ook. Oh, de mooie haartjes. Nou, en dan doe ik hem om. En dan moet ik eigenlijk de jas dicht doen, want dat hoort zo. Hè? Dat is allemaal heel officieel. Kijk, en zo herken je een burgemeester, hè? Dat zien jullie toch wel eens op een filmpje? Ja, dat is een burgemeester. Zie je dat niet? Nee. Nou, ik soms wel eens, hoor. Echt waar. Lees je een verhaaltje? Nou, ik heb een boek meegenomen. Dat gaat over Harry. En Harry, een huis voor Harry heeft het boek. Ja. Zullen we tikketjes spelen? Vraagt Vera. Harry heeft nog nooit buiten gespeeld. Hij zit veel liever binnen. Maar tikketjes spelen lijkt hem heel erg leuk. Kijk, daarboven is hij. Ja, daar is hij. En dan... Ik ga je vangen, Vera. Hè, roept hij. Ik ga je vangen. Kijk eens, die springt daar helemaal door de lucht. Helemaal door de vlinder. Dat is Harry. Dat is Harry. Ja. Die zit achter de vlinder aan. En de vlinder is dan Vera, hè. Dat is Vera. Vera. Maar Vera is verdwenen. Zien jullie Vera? De vlinder? De oranje vlinder? Ja. Ik zie Vera. Ik zie alleen maar Harry. Harry, dit is Harry, dat is Harry, dat is Harry. Ik zie Vera helemaal niet meer. En Harry, de poes, ziet Vera ook niet meer. Harry is verdwaald. Harry kijkt om zich heen. Hij ziet andere huizen. Kleine huizen. Hoge huizen. Kijk, dit is een klein huis, hè. Zie je dat? Dat is een klein huisje. Dat is hier groot. Ja, deze is hoog. Dit is een hoog huis. Maar dit is een klein huis. En waarom is het een klein huis? Ja. Dat is een slak, hè. Dat is een slakkenhuis, noemen we dat. Harry vindt ook een klein huis. Een heel klein huis. Wat is dit voor een huis? Dat is een, hoe noem je dat? Dat is een doos. Maar Harry is er nog nooit geweest en nu gaan ze samen naar het park. Oh, wat is het daar mooi. Kijk eens, het is echt heel mooi. Wow. Dat zijn allemaal vlinders, hè? Ja. Allemaal vlinders, heel veel vlinders. Ik krijg ook. Ja, kijk eens. Daar is Vera, zie je? Daar is Vera de vlinder. Ja, tussen alle vlinders is ook Vera. Vera is er ook. Dus, en Vera weet waar Harry woont, hè? Dus dan kan Vera kan Harry terugbrengen, zou je denken. En Vera wil weer tikketjes spelen. Kijk, daar is Vera en daar zijn alle andere dieren. En daar is Harry, hè? Dit is Harry. Nog steeds. En samen spelen ze tikketje in het park. Want Harry is inderdaad weer in zijn eigen huis. En wat zegt hij? Maar morgen ga ik weer spelen. Morgen wil ik weer met jou spelen. Nou, dat is een mooi verhaal, hè? Mandarijnen.
van mij. Kijk eens, deze is voor jou. Wat je wil. Goed vasthouden. Goed zo.